Ik ben Ranilde Hammacher en ik ben ereconservator van de moderne kunst in het Museum Boijmans van Beuningen. Ik was getrouwd met Abraham Marie Hammacher, directeur van het Kröller-Müller Museum. Met een toestel van Finnair, dat de naam van Finlands bekendste kunstenaar draagt, wordt een verzameling schilderijen aangevoerd onder het oog van de directeur van het Museum Boijmans, omdat ze bij hem in Rotterdam zullen worden tentoongesteld. Het is de eerste keer dat er in Nederland een tentoonstelling wordt gewijd aan een schilder die toch al 40 jaar internationaal de aandacht trekt. Een overzichtstentoonstelling voor Salvador Dali, een enorme onderneming die mevrouw Hammacher heeft weten te volbrengen. Als je een tentoonstelling maakt, vooral in de moderne sector, is het ook echt gewenst dat je de kunstenaar kent en de kunstenaar ondervraagt. Het is voor de eerste keer dat een overzichtstentoonstelling ons in staat stelt ons een indruk te vormen van het werk van een man die door zijn vreemde speelsheid, zijn zucht naar publiciteit, zijn mateloze zelfoverschatting en zijn effectzoekende symboliek het heel moeilijk heeft gemaakt hem op zijn waarde als kunstenaar te schatten. Een van de professoren, professor van kunstgeschiedenis, die had dat gehoord, dat een tentoonstelling dat die gepland werd door mevrouw Hammacher. En die ging naar mijn man toe en die zei: professor Hammacher, hoe kunt u aan uw vrouw toelaten van een tentoonstelling te maken van zo'n kwakzalver als Salvador Dali? En mijn man zegt: dat is mijn vrouw haar verantwoordelijkheid. Ik kreeg bericht dat ik hem kon ontmoeten in het Hotel Meurice in de Rue de Rivoli. En ik word aangemeld bij Dali. Le maître vous attend. De meester wacht op u. Dus ik werd in zijn hele luxueuze suite ingevoerd. En daar zat Dali, heel majestueus, op een mooie divan met een purperen jasje aan. Heel prachtig. Met een prachtige wandelstok in zijn hand, die hij beweerde dat hij gekregen had van Sarah Bernhardt. Ik was zeer onder de indruk, moet ik zeggen. En hij deed een teken zonder iets te zeggen dat ik naast hem mocht komen zitten. Hij luisterde en gaf antwoord in zijn zeer door het Spaans getekende Frans. Want ik spreek geen Spaans, hij sprak Frans met mij, maar met een Spaans accent. Je te salue. Je t'embrasse, ta tâche dans l'oreille gauche qui est la même de Gala. En dus na een tijdje heb ik hem gezegd: minister, wij gaan proberen in Rotterdam een tentoonstelling van u te brengen om een hommage aan uw kunst en aan u. En toen keek hij mij aan en hij zweeg een moment en dan zei hij plots: mevrouw, mijn werk moet geheim blijven. En toen zei ik: meester, dat betreur ik enorm, want we wilden u een eer bewijzen en ook aan uw werk. En nu ben ik naar hier gekomen en ik ben zeer ontgoocheld omdat ik van u geen werken in bruiklijn zal mogen krijgen. En ik ben speciaal van Nederland naar Parijs gekomen om u te vragen van mee te werken. En hij zei: mevrouw, u moet helemaal niet ontgoocheld zijn, want u zit al meer dan een uur naast Il Divino. En dat is genoeg om uw reis te justifiëren. Dus daar kon ik mee opstappen. Dus ik terug naar Rotterdam. En ik had hem nog gezegd voor ik wegging: maître, het spijt me dat u niet wil meewerken, maar ik ga toch uw tentoonstelling in Rotterdam realiseren. Salvador Dali heeft zichzelf bij voorkeur gepresenteerd als een irritante zonderling. Het Museum Boijmans presenteert nu zijn werk. Tot onze grote verrassing liet de secretaris van Dali weten: Dali komt met Gala naar de opening. Wil je alsjeblieft voor een hotel zorgen en hem ontvangen?
En dat was het resultaat. En dan is hij dus naar Rotterdam gekomen. Hij heeft in het Parkhotel gelogeerd. Hij is naar de opening gekomen. En dan was hij heel ontroerd, want hij was gewoonlijk nogal theatraal. Maar als hij de werken zag van de dertiger jaren, die hij heel lang niet gezien had, was hij als grote kunstenaar toch ontroerd van zijn eigen werk na een hele tijd terug te zien. Want de tentoonstelling was in 70 en de werken die hij in Engeland voor Edward James gemaakt had, dateren uit de dertiger jaren en die had hij niet meer teruggezien. Want James had die altijd in zijn kasteel behouden in Sussex. En ik heb die daaruit gekregen als bruikleen. U heeft destijds iets geschreven over de link die de surrealisten hebben met de oude meesters zoals Jeroen Bos. Ja, daar hebben ze bewondering voor, zeker. Maar niet allemaal zijn beïnvloed geworden. Maar Dalí was erg gevoelig voor de werken van Bos. Ja. Ik denk dat er een soort communicatie was, toch, in de voorstellingen. Ja.